Zomaar zeggen bijvoorbeeld, om een heel gemakkelijk voorbeeld te geven, SPA heeft, ik heb dat nog nooit begrepen, dat was mijn zwaarste teleurstelling. SPA heeft samen met de PS in 2004 een islamitische wet, een sharia-wetgeving, verstoting, hebben ze goedgekeurd. Hoe kunnen wij in een land als België zo'n wet goedkeuren? Ik ben zelfs heel blij dat er zaken zijn opgenomen zoals afschaffing van de Snel-Belg-wet, afschaffing van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Dat is iets waar ik altijd voor gepleit heb. Er staan zelfs zaken zoals hetgeen waar de SPA nu wilt, waar dat ze een breekpunt van willen maken, namelijk het rookverbod in de horecasector. Ik vind dat onverantwoord. Men zegt dat de partij opkomt voor de kleine man. Nee, laat die mensen werken en laat de uitbaters zelf beslissen of ze al dan niet een rookverbod willen invoeren in hun locatie. En ik heb ook gelezen in het Lijstendekker dat ze daar absoluut tegen zijn. En ik sta er ook 100% achter. En zeker alles wat in zaken immigratie betreft lijkt mij een zeer haalbaar en realistisch programma. En daar wil ik mee campagne voeren.